Het bestuursresort boven Saramaka, dat onder supervisie staat van districtscommissaris Ndepe Dinge, is ingenomen met de gesten van vicepresident Ronnie Brunswijk. De VP heeft 2 buitenboordmotoren gedoneerd aan de DC. Dinge geeft aan dat er ruim 20.000 mensen in zijn gebied wonen, verspreid over 58 dorpen. Zelf heeft hij geen middelen om dergelijke inkopen te doen. De boot van de NVB die de mensen vervoeren, maar ja, nooit het vervoer genoeg. Met deze zijn we echt heel vooruit gekomen dat we meer mensen en meer vrachten kunnen vervoeren vanuit Atjoni naar de dorpen. De buitenboordmotoren zijn overhandigd door 2 parlementsleden van de ABOP, namelijk Edgar Champi en Ramon Kudemusu. Volgens DC Dinge zullen deze motoren goed ingezet worden, omdat er een groot tekort is aan boten in het gebied. Verder geeft de burgervader aan dat de pandemie ook zijn weerslag heeft gehad op het bestuursresort. Boven Suriname heeft potentie op toeristenniveau, maar met de pandemie nu zijn ze zeer achteruit gegaan. We zijn nu te kijken om Surinamers mee te krijgen in de orde. En dat is tot nu toe wat ik heb meegemaakt hier, dan loopt het wel redelijk. Maar we moeten heel veel promotie maken voor het binnenland. Parlementariër Kudemusu zei tijdens zijn felicitatieboodschap dat het boven Suriname gebied verschilt met Paramaribo. In dit gebied moet je het hebben van vaartuigen en niet zozeer van auto's. Hij zal zich daarom sterk maken voor extra aandacht aan het gebied. Kudemusu is ook zeer ingenomen met de Surinaamse waterleidingmaatschappij die de mogelijkheden bekijkt om dit gebied aan te sluiten op het bestaande waternet. Ons land verkeert nu in een moeilijke situatie, economische situatie. En de president heeft het laatst nog aangegeven van we gaan sparen, maar tegelijkertijd gaan we ook projecten uitvoeren. We willen tastbare projecten zien. Dus ik hoop, en het zal ook zo komen, dat in de latere toekomst dat Atjoni een stad wordt in het binnenland.